de nummer 1 in de wedstrijd. Nummer 1 in de wedstrijd in Harderwerk 2015. Erik Leusing, Hogeveense Atletiek Club. Dan gaan we naar de nummer 2. Prachtig gedaan. Uit Assen, Tom Hendriksen. 15 minuten en 45 seconden. Tom Hendriks is de nummer 2. Dan gaan we naar de nummer 3, dames en heren. Hoog Axel, Danny Koppelman. Dat is dan de nummer 3 en de uitslag hier. 1, 2 en 3 binnen. En we zitten nog net aan 16 minuten. Volgende finisher. Links gaan we naar de finishlijn. Met ook voor deze man de finish. En dat is hij mee, Bouwman Stefan Schwimmer. Dan gaan we naar Harm-Jan Martens. Dat is de volgende finisher in deze wedstrijd. Over 5 kilometer. Accents 5 kilometer. We zitten net aan 16 minuten. 16 minuten wedstrijd. En we hebben Bastiaan ook binnen. Bastiaan Zandbergen. Monsieur, meneer, hardloper, atleet. Hilco Huisjes is de volgende finisher. En die doet het keurig. Liefhebber ook van de motocross. Gertien Roken komt uit Ommen en is een prijsloper. Puursan Nick Marsman komt in de rug van Gertien Roken. Nick Marsman, volgende finisher. 16 minuten en 53 seconden. Dan gaan we naar de man van Ekelen. Hij is de thuisloper, zou je kunnen zeggen. Want die doet het al heel erg goed, deze Roy van Enkelen, met een mooie aankomst hier. Meer mannen, finishlijn. Nog altijd aan die 17 minuten, met onder andere ook Erik Kosters hier. Finish in de wedstrijd is over 5 kilometer, de accents 5 kilometer. En hier, snelste dame in de wedstrijd, Jacqueline Groppen. Ja, die klopt daar toch, die Keniaanse Jacqueline Groppen. Ilse Pullen, dames en heren. Dat wordt de nummer 2 in de wedstrijd, dan uit Kenia. Alize Tsepleting. Mooie uitslag, Jacqueline Groppen, Ilse Pullen, Alize Tsepleting. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 in de uitslag. En aan de rechterkant voorbij. En links is de finishlijn voor al deze atleten. Met de wetenschap dat voor hen er nog een ronde aan zit te komen. En dan gaan we naar de finishlijn met Gerrit Voortman. Ja, nog altijd goed voor de tijd net aan. In die 18 minuten, dat is goed gedaan voor de master. Rechts voorbij, dan gaan we naar de nummer 4 in de uitslag. Anouk Lindenholz. Mooi gedaan, Anouk, snelle wedstrijd. Zij is de volgende dame in de uitslag hier. Van deze 5 kilometer, accents 5 kilometer. 18 minuten wedstrijd. De wedstrijd, 54 seconden. Dat betekent dat we nog altijd net aan onder die 19 minuten zitten. Meneer Papot doet dat net aan, 19 minuten. Henry Papot, ook voor hem is er een mooie finishlijn. René van Wijzen, nog altijd goed voor de tijd in de 19 minuten. Ja, dat is goed, dat is sterk, dat is snel. 19 minuten en 14 seconden. Zie je de speakers staan? Nee. We horen wel maar. Ja. Zeg niks. Dan gaan we naar Astrid van Velde, Nederlandse top. Als we het hebben over indoor baanwedstrijden voor masteratleten. Zij doet het ook keurig hier. Mooie finale voor Astrid van Velde. In deze wedstrijd over 5 kilometer, de Accents 5 kilometer. Met Lisanne Wiggers en Saskia Schutte. Dat zijn de volgende atletes hier in de uitslag van deze. Deze wedstrijd over 5 kilometer. Erik Leusing daar met de Neo's in de wedstrijd. Want we hebben ook Neo-senioren tot 23 jaar. Dat betekent dat die ook een aparte uitslag krijgen. Kan ik je alvast melden dat bij de Neo's Tom Hendriksen wint voor Danny Koppelman, Stefan Schrimmer. Bij de mannen-senioren Erik Leusing, Gert-Jan Stevens, Harm-Jan Martens. Wilke Boersma terug naar de finishlijn. Mannen 50, Koen Martens. Dan bij de dames Neo-senioren Alize Tsepleting. Rachel Rozenkamp is binnen.
En dan bij de dames senioren Jacqueline Gruppe voor Ilse Pullen. Tot nu toe zijn dat de uitslagen, want u weet, we krijgen straks de totaaluitslag van deze 5 kilometer. Die andere klok die u ziet, die loopt natuurlijk voor de halve marathon. Daar zijn ze een half uur onderweg. Voor de Vechtsteden notaris een halve marathon. En hier komt dus binnen de Accents 5 kilometer. Een wedstrijd waar we een hele snelle Erik Leusink zagen. Hij is de snelste man in de wedstrijd vandaag. En had ook een keurige eindtijd. 15 minuten en 37 seconden. Ja, zet je het in perspectief, dan zet je er tegenover de 14.45 die Jurriën Polderman hier ooit op de steentjes op de markt zette. Dat is de snelste tijd ooit hier. Jurriën Polderman, atleet tegenwoordig gewoon achterweer in Den Haag. 31 minuten en 22 seconden, de Vechtsteden notaris een halve marathon. En die andere klok, die geeft de Accents 5 kilometer aan, 21 minuten. Ja, we zien atleten daar mooi in de zon finishen. De zon die vandaag zijn best doet hier met Teun Bichelaar terug aan de finishlijn. Ja, schitterende weersomstandigheden vandaag in Hardenberg bij deze Accents 5 kilometer. En nog altijd gaan we rechts voorbij en links gaan we finishen. Aan de linkerkant finishen van deze wedstrijd hier in Hardenberg. Een prachtige 5 kilometer, de Accents 5 kilometer. Met altijd zomer, nog altijd goed voor een goede 5 kilometer. De man die in het verleden al heel vaak op het podium stond, hoor. Zo zie je ze toch altijd maar weer terug in de wegwedstrijden. Onder andere in deze hardloopwedstrijd hier in Hardenberg. Finish van Marleen Sandbergen. Het gaat nog altijd voor finish 5 kilometer. Met vandaag ruim 2400 inschrijvers. Dat is een fantastisch resultaat van deze 5 kilometer wegwedstrijd. Die levert er heel veel. Ook veel atleten van de Saxenburg groep die meedoen aan de zorgloop, zeg maar. Ineke Nawijn, beter en beter op deze afstand en ook op de 10 kilometer. Onlangs met een persoonlijke wedstrijd. 23 minuten, een wegwedstrijd. Accents, 5 kilometer. Met Nadie Mulder onder andere als een van de finishers. Allemaal dus straks natuurlijk vanavond terugkijken naar de uitslagenlijst. Waar komt mijn naam terecht bij al die honderden deelnemers van deze topwedstrijd, 5 kilometer. Ja, we zagen al bij de start heel veel belangstelling voor die 5 kilometer. Mooie instap om mee te doen aan misschien in de toekomst al de langere wegwedstrijden. Mooi gezicht om al die atleten zo door het centrum van Hardenberg gaan. En allemaal met hun eigen stijl. En af en toe eens even op dat klokje kijken. Hoe lang ben ik nu eigenlijk bezig? En waar is de finishlijn? En als je dan naar de finish komt, dan kijk je natuurlijk even stiekem omhoog. Mooie tijd. Voor sommigen misschien wel een persoonlijk record vanavond. Dat zou maar zo kunnen, want het zijn perfecte weersomstandigheden vandaag in deze 11e editie. Met heerlijke muziek dankzij DJ Jelmer. Die heeft zijn playlist weer helemaal compleet gemaakt voor deze 11e uitvoering van de Frieling Hardenberg City Run. Ja, ziet u uw eigen favoriet even blijven applaudisseren. Hè? Want het is altijd leuk als je met applaus wordt binnengehaald. Dan denk je, nou toch leuk dat iedereen belangstelling heeft voor mijn prestatie hier. Want 5 kilometer hardlopen is het begin van een hardloopleven misschien wel. Want één keer
Aan het hardlopen beslingend geraakt kan ik je melden, dat, daar kom je niet meer vanaf. Dat is een virus, een heel gezond virus. Daar kun je best op besmet raken. En af en toe even doorgeven is ook niet verkeerd. Blijf allemaal lekker gezond. En als u lekker wil bewegen, doet dat dan natuurlijk vooral bij de atletiekvereniging hier. Spurt 88. In september openen ze de nieuwe baan. Met een geweldig nieuw clubgebouw. Mooie kleedaccommodatie. En een topbaan. Voor elke dag wel een training bij de trainers van Spurt 88. Accents 5 kilometer is 25 minuten onderweg. In dit grote hardlooppeloton zitten al die geweldenaren verstopt die hun beste kunnen vandaag laten zien. Met een individuele prestatie die ertoe doet over 5 kilometer. Vijf kilometer en de laatste meters liggen hier. En dan je voet op die mat wil zeggen dat je tijd in de uitslag terecht komt. Start van de 10 kilometer is straks ook op de Burgemeester Bramerweg. Dus wel zeggen, daar gaan we naartoe voor de 10 kilometer start. Atleten kunnen zich daar alvast melden, maar we gaan pas vertrekken daar wanneer de laatste atleten natuurlijk daar voorbij zijn voor die 5 kilometer. Dat is ook een grote groep hoor, die 10 kilometer. En hier zijn ze heerlijk onderweg voor die 5 kilometer. De zon erbij, lekker temperatuurtje en dan lekker even daarna zit hier in Hardenberg op de markt. Onderweg veel muziek heb ik gehoord, dus dat is ook mooi meegenomen. Het is een feestelijk sfeertje, mooie ambiance. En dan over die Vechtbrug, dat is ook een feest. Hè? Dat tijnt zo lekker mee, heb ik me laten vertellen, als je daar overheen loopt. Dan krijg je een extra boost. Dat is de Hardenberg boost. Hè? Als je over die Vechtbrug gaat, dan krijg je nog een slinger mee. Zo naar de markt. Vechtsteden notaris een halve marathon zijn 37 minuten onderweg. En die gaan we straks natuurlijk hier ook feestelijk binnenhalen. Langzamerhand na de 28 minuten. De uitslag is zo dat we bij de mannen senioren drie atleten nu weten. Zeker weten, Erik Leuzing, Gert-Jan Stevens, Harm-Jan Martens. Bij de mannen Neos, dat zijn atleten tot 23 jaar. Tom Hendriksen, Danny Koppelman, Stefan Schriemer. Bij de mannen 40, Gerard van der Haar, Rink van der Meulen, Bert Lufies, mannen 50, Koen Martens, Gerrit Voortman, Jaap Stijlaerts. Dames Neos, Alize Chaplet in Eton, Kenia. Lisanne Wiggers als tweede in de uitslag en Saline Cox uit de Ringen als de nummer 3. Dames senioren Jacqueline Grubben, Ilse Pullen, Anouk Lindenholz. Dames 35, Saskia Schutte, Mieke Meiling, Janneke van der Kooi. En dames 45, Astrid van der Velde, Cathy van Esbode en Janet Drent. Die kunnen zich straks naar de podiumwagen begeven, want daar gaan wij ook snel straks de prijsuitreiking van doen. Dus als je je naam gehoord hebt, niet weggaan, hier blijven en alvast naar de podiumwagen. Voor straks daar de feestelijke prijsuitreiking. En feestelijk is er nog altijd voor deze Accents 5 kilometer. Hebben we nog een snel nummer, DJ? Want er komt nog zoveel binnen. Hè. Die hebben nog een extra boost nodig om aan de finishlijn te komen. Laatste 100 meter. Voor sommigen is dat en de ultieme laatste 100 meter. Ja, kijk, dat helpt misschien al. Hè. Dan gaan we sneller en sneller voor de laatste 100 meter. Misschien klapt het publiek wel mee hoor, ik weet het niet, maar het zou maar zo kunnen. En dat we allemaal lekker even meeklappen, zou dat kunnen. Hardenberg, laat je eens horen. Het wordt een beetje stil hier op de markt, hè. We zoeken een lekker muziekje bij, allemaal even de handjes op elkaar. Ja, ja, ja.
100 waren aan de finishlijn. Ik zeg hallo aan de finishlijn. Hallo, 33 minuten en 33 seconden. Dan lopen we over 5 kilometer. Straks de prijsuitreiking, onmiddellijk aan de start van de 10 kilometer. En Tom Hendriksen, Danny Koppelman, Stefan Schriever. Die gaan niet weg, die gaan nog wat naar de podium wagen. Erik Leusing, Gert-Jan Stevens, Harjan Matters. Gerald van der Aar, Rien van der Meulen, Bert Ludies. Koen Martens, Gerrit Voortman, Jan Steinwaarts. Dames senioren, Neo. Alice Chapleting, Lisanne Wiggers, Celine Cox. Dames senioren, Jacqueline Kruppe, Ilse Pulle, Anouk Lindenholz. Dames masters, Saskia Schutten, Mieke Meiling, Janneke van der Kooi. Dames masters, 45, Astrid van Velde, Cathy van Esbouwde en Janet Drent. Natuurlijk gigantisch goed is, vraag ik de mensen het parcours vast vrij te maken voor de start van de 10 kilometer. Dus ik wil graag het parcours ook aan de achterzijde helemaal vrij hebben. Loop even door, ga even wat drinken halen. En dames en heren, publiek, ook de laatste lopers die binnenkomen, willen graag een hartelijk applaus van u. Want dat is natuurlijk een gigantische prestatie dat ze hier over de finish komen. Met een big smile nog wel. En goed gelopen hoor, dames en heren. Hier in het mooie Hardenberg. Nogmaals, wilt u het parcours vrijmaken voor de start van de 10 kilometer. En dan komen we langzamerhand de laatste in het zicht. En geef een applaus met zonnebril op, want dat was vandaag wel nodig. Gelukkig nodig hier in het zon overgoten Hardenberg. Ja, het is een fantastische prestatie hoor, dames en heren. Doe ze dat maar eens na. En u kunt het straks ook nadoen, want u kunt straks natuurlijk weer opgeven voor de ultieme uitdaging. De ultieme uitdaging. Die ook dit jaar weer was bij AV Sput 88. De mensen in de mooie groene shirts die met zo'n ongeveer een 60 hebben getraind voor deze fantastische Vrieling Hardenberg City Run. Ook weer komt er iemand over de finish van die ultieme uitdaging. Fantastisch gelopen. Maar ook al heb je niet meegedaan met de ultieme uitdaging. Gezusterlijk komen ze over de finish en geven ze een applaus. Want dat is een fantastische prestatie, dames. En daar komen ook de dames Temperinke komen eraan. Ook voor hen is het weer een geweldige prestatie. En met een big smile komen ze over de finish. Want ze hebben het toch maar weer geflikt. Die 5 kilometer heb je maar weer in de pocket. En als je dan nog zo'n sprint over hebt aan het einde en een koprol erbij, ja dat zijn toch wel de toppers, dames en heren hoor. En daar komen nog een heleboel aan van de zeven linden die fantastisch getraind hebben voor IP Runfoot. Een prachtig evenement.
evenement binnen het evenement. En in de verte zie ik de fiets aankomen met de langste lopers en laatste loopers. En die halen wij met z'n allen binnen, dames en heren, met een geweldig applaus en groot gejuich allemaal binnenhalen. En dan krijgen we zometeen ook gelijk daarachteraan de start. Dames en heren, even weer applaus.